Goedendag, het was een warme zomerdag vandaag in onze omgeving. Temperaturen in het zuiden van het land lokaal bijna 29 graden en in stedelijke gebieden werd zelfs her en der even de 30 graden aangetikt. Nou, tot nu toe de warmste dag van deze augustusmaand en voorlopig blijven de temperaturen op een aangenaam niveau. En niet alleen in het zuiden van het land, ook op de meeste stranden was het best aangenaam weer vanmiddag. Niet heel warm met een aanlandige wind uit het zuidwesten, kracht 3 tot 4 en temperaturen van een graad of 24. Maar warm genoeg om de stranden toch redelijk vol te krijgen en de komende dagen zou dat wel vaker kunnen gebeuren. We houden namelijk te maken met een zuid- tot zuidwestelijke stroming waarmee relatief warme lucht naar onze omgeving wordt geblazen. Maar zoals we hier al zien, ook een gebied met buien. Dat gebied bevindt zich nu nog boven het zuiden van Frankrijk. Dit is een kaart voor morgenochtend. Dan hangen die buien dus boven onze omgeving. Maar dat trekt vrij snel naar het oosten weg. En er volgen achter dat buiengebied brede opklaringen. En ook de dagen daarna blijven we te maken houden met die zuidwestelijke stroming. Met soms een bui, maar ook vrij veel ruimte voor de zon en dus aangename temperaturen. Zoomen we dan even in op ons eigen land, dan zien we op dit moment vanavond al een vrij grote pluk bewolking boven onze omgeving hangen. Nou, daar komt verder weinig verandering in. In de loop van de avond trekt er al een enkele bui over de oostelijke regio's, maar veel meer buien volgen met name morgenochtend en daar kan lokaal ook onweer bij voorkomen. Daarachter echter volgen brede opklaringen ook wel wat sluierbewolking, maar in de nacht naar zondag zullen er toch van tijd tot tijd brede opklaringen zijn. En dat is goed nieuws voor het waarnemen van vallende sterren. Die gaan namelijk veel voorkomen de komende nachten, met de piek in de nacht naar zondag, dan kunnen we zelfs 55 tot 60 vallende sterren per uur waarnemen. Nou, vanavond is het ook vrij weer. Temperaturen nog lange tijd ruim boven de 20 graden... maar in het oosten kan dus wel al een enkele regen- of onweersbui vallen... en dat worden er vannacht eigenlijk steeds meer vanuit het zuidwesten. Later gaat het waarschijnlijk in het zuiden ook wat langere tijd regenen... en de temperatuur koelt daar, zakt daarbij niet veel verder dan 17 of 18 graden. Nou, de wind waait eerst nog uit het zuiden, is dan meestal zwak... maar draait in de loop van de nacht naar het westen tot zuidwesten... en wordt dan aan de kust matig of vrij krachtig, dat is een windkracht 4 of 5... Morgenochtend hebben we dan ook met buien te maken, vooral in de oostelijke helft kunnen dat stevige buien zijn, misschien ook wel met onweer. Lokaal kan daaruit ook 10 tot 20 mm neerslag vallen, maar al snel in de ochtend wordt het in het westen droog en in de middag breiden die droge perioden zich oostwaarts uit met steeds meer ruimte voor de zon en temperaturen die wel een stuk lager uitkomen dan vandaag, met maximaal zo'n 22 tot 24 graden. Daarmee blijft het echter wel aangenaam voor de tijd van het jaar. Nou, de wind waait uit het zuidwesten, is meestal matig en aan de kust af en toe vrij krachtig. Zondag wordt opnieuw een zo zo'n dag. Een enkele bui, wel minder buien dan morgen. Met name in het oosten zou een enkel exemplaar kunnen vallen in de loop van de middag. En de temperaturen zijn heel vergelijkbaar, met opnieuw zo'n 22 tot 24 graden. En dat is eigenlijk heel normaal voor deze tijd van het jaar. Dat weerbeeld zien we dan in de nieuwe week uh, gehandhaafd worden met temperaturen gemiddeld rond de graad of 24. Maar in het zuiden van het land halen we dagelijks wel zomerse waarden van 25 tot soms tegen de 27 graden. En daarbij is het overwegend droog, met veel ruimte voor de zon. En dat weerbeeld houden we eigenlijk tot en met volgend weekend wel vast. Ik wens u een mooi weekend.